die huid is nu nat. Dus op een natte huid gaan we onze tweede reiniging aanbrengen. En dat is de Dedicated Face Wash. Wel, de Dedicated Face Wash, daar moet je nog minder van gebruiken. Dat is slechts 1/3 van het pompje. Je gaat de fout maken om te veel te gebruiken, maar dat is jammer van het product, want het spoelt gewoon weg in de wasbak. Dus dat is jammer. De Dedicated Face Wash brengen we steeds aan op een nat gelaat. Zien dat je ook overal heel goed geweest bent. Ik neem de oren ook steeds mee. Eventueel de hals meenemen om te reinigen. En uiteraard ook weer heel goed die wimpertjes meenemen als je je 's avonds was. Ziezo, je ziet dat ik eigenlijk al meer dan voldoende product heb gebruikt. Dus ik had eigenlijk minder kunnen gebruiken. En afwassen maar. Spoelen doen we uiteraard met koud water en niet met warm water. Ziezo. Dat was de reiniging met de Dedicated Face Wash.